heb je geen file. Dan moet je midden in het Friesland wachten op een stelletje koeien die weer terug naar huis moeten. De Carola Schouten er toch eens op aanspreken dat ze daar andere oplossingen voor moet zoeken. Kan een fietser niet eens fietsen door het Friesland. Ja, doorlopen jongens, kom, hop, door het centrum van het mooie dorpje Warten. Maar ik had me een beetje verkeken op de brugtijd, dus ik was een half uur te vroeg. Nou, dan moet je maar zien aan te meren in zo'n klein dorpje. Het is me uiteindelijk gelukt. Het ligt een beetje squeezed in, maar we wachten nu op een kwartier te gaan. Dus we hebben maar een bakje koffie erbij gepakt en dan gaan we even wachten tot de brug open gaat. Nou, dan varen we dan door het dorpje Warten. Volgens mij komt er nog een brug. Er staan wel mooie huisjes. Venen, een schitterend mooi natuurgebied. Je moet wel goed kijken waar je vaart, want er zitten veel ondieptes bij. Maar het is erg mooi. Als je daar meer van wil zien, dan kun je op mijn website onder video's staat er een film. Het Hart van Friesland heet dat. En dat is de Alde Venen. Een mooie film die een heel duidelijke weergave geeft van het gebied. Ik lig hier. Oh, daar komt een kleine monster ook weer aan. Ik lig hier afgemeerd aan de Rengepollen. Dat is een eiland in de Alde Venen. Prachtig mooi natuurgebied. En verderop ligt mijn boot. Elke morgen dan ga ik hier een stukje wandelen. De omtrek van het eiland is 2 kilometer ongeveer. We gaan nu daar die richting op straks. Ook een stukje filmen onder het lopen. Best wel uitgestrekt hier. Allemaal rietlanden. En zelfs aan binnen op het eiland, dat kan je als je over het riet heen kijkt, ligt nog een ven. Nou, de oevers kan je uiteraard niet bereiken, maar het is allemaal veengebied hier. Prachtig mooie dag vandaag. 2 september. Bij mij mag het de hele maand september zo blijven, maar dat zal wel niet. Ik ga hier nou weer linksaf. We zijn nu aan de andere kant van het eiland. Ik ga nog even hier de steiger op. Dan zie je aan de overkant van dit eiland ligt ook een prachtig mooie aantal lichtplaatsen. Schitterend mooie walkanten. Ja, dat is echt een subliem natuurgebied. Hier zijn we weer aan de andere kant van het eiland waar we weer linksom gaan richting boot. Waar je dat bootje ziet varen. Daar ga je rechtsaf richting Grauw. Kijk, en dat is natuurlijk ook wel leuk. Een soort vakantiehuis, maar die dan kan varen. Weer 2 kilometer gelopen. Stoeltje staat al klaar. Lekker een biertje nemen zo. Ik heb vandaag hard gewerkt. Gisteren ben ik begonnen met het ontroesten van allerlei plekken weer. Er zaten er weer genoeg op. En nou, die heb ik vandaag afgelakt in 1 en 2 componenten delen. Dus dat is allemaal weer klaar. Dus ga nu lekker een biertje pakken en in het zonnetje zitten. Kijk, ze hadden er genoeg van. Ze hebben hun huis opgepakt en we gaan met die banaan. Dat is ook een manier. Zo, ik zit. Ik zou zeggen, proost. Ah, dat is lekker zeg. Nou, aan mij de dag verder.